We wandelen misschien wel veel meer tegenwoordig, maar we zitten ook nog steeds heel veel en heel veel binnen. Vandaag ga ik je een oefening presenteren, een korte oefening om gewoon eventjes je hele systeem terug in gang te zetten en vooral de voorkant van je lichaam te openen en met name het deel wat gesloten blijft als je zit. De heupflexors en de beide heupen. Dat is ook goed als je veel wandelt, want daar gaan soms de heupen alleen maar vaster van zitten. Ik ben Esther van Dharma Hart Sessies en van de Yoga Break van Yoga Diest en Helder Yoga Diest. En ik neem jullie vandaag weer mee op de mat. Tot zo. Voor deze oefening gaan we op handen en knie om te beginnen. Is die aan het opnemen? Ja, oké. Okay. Nou, opnieuw dan. Voor deze oefening gaan we op handen en knieën starten. De knieën op heupbreedte. En plaats dan je rechtervoet tussen de beide handen. Dus het enige wat je doet is je voet tussen de beide handen plaatsen. Ik breng dan altijd de vingertoppen naar de mat, omdat je dan meer ruimte hebt. Je kan ook op deze manier je voet naar voren plaatsen, maar dan rust al het gewicht op je ene knie. En het kan zijn dat dat al fataal voor je is. Kijk goed of dat de knieën de juiste afstand hebben en of je voet in lijn staat met je knie. En plaats die rechtervoet dan een klein beetje verder naar voren, zodat ze voor de knie is. Heb je last van de knie waar nu al het gewicht op rust, dan plaats je een dekentje daaronder. Je kan ook eventueel je tenen omkrullen. Het kan ook verschillen van been tot been. Ik vind het vaak prettiger om bij de linkerkant mijn tenen om te krullen. Op den duur gaan die twee dingen wat meer naar elkaar toe bewegen. Oké, je rechterhand leunt of steunt rust eigenlijk op je rechterbovenbeen. En je elleboog hangt aan je schouder. Dan ga je inademend naar voren. Je brengt je knie boven de enkel en kijk goed waar dat je knie is. Of ze niet te veel naar binnen of te veel naar buiten gaat. Plaats die knie zodanig boven de enkel dat je niet heel je voet kan zien. En weer terug. Dus inademend naar voren en naar beneden. En de knie gaat niet voorbij de enkel. Als dat toch gebeurt, dan moet je de afstand van je voet ten opzichte van de achterste knie aanpassen. Inademend en uitademend in de houding. Dus in, naar voren, naar beneden. En je brengt je arm ondertussen naar voren en omhoog. Voel die rekking in de linkerflank. De oksel, de borstkas aan de zijkant en ook de flank. En met name die heupflexor, dus bij je heupbot. Uitademen terug. En dat gaan we een aantal keren herhalen. En terwijl je dat doet, probeer je die stabiliteit te behouden. Het is ook een evenwichtskwestie. Zeker als je in het begin moeite hebt, dan doe je deze oefening gewoon vaker en korter. Mijn arm is ontspannen, dus hou je pols en je hand ontspannen en vanuit die ontspanning strek je de pols en de hand. Zonder te grijpen, zonder overdreven spanning te maken. Ook in het gezicht, is ontspannen en je steunt met je rechterhand niet te veel op dat rechterbovenbeen. Laat die gewoon rusten. Blijf je borstkas tillen en hou je nek lang door je hoofd uit je schouders of uit je borstkas te tillen. Blijf dan in de houding en adem rustig in en uit.
Til de borstkas uit je bekken. En merk dat die actie meer rekking veroorzaakt in die zone van de linkerheup. Doe niets met de schouder. Til niet de schouders hoger op. Til de borstkas op. Het centrum van je borstkas, je borstbeen. Diepe inademing en uitademing. Laatste inademing. En dan kom je rustig terug. Dan plaats je de handen op de mat. En je sleept je voet terug. Voeten op de wreven, knieën breed, zo breed als je mat. Tenen bij elkaar, de grote tenen. En breng je zitvlak richting je hielen. In een aangepaste haashouding. Strek je armen naar voren, laat de handen op de mat. En breng dan je voorhoofd naar de mat toe. Adem uit. Inademend kom je terug op handen en knieën. Tot je schouders boven je polsen zijn. En dan ga je weer terug. Uitademend met je zitvlak naar je hielen. En als dit goed gaat, dan mag je, als je schouders boven je polsen zijn, je bekken laten zakken. Als je voeten dan van de mat afkomen, kan je bekken nog wat verder zakken. Hou de armen gestrekt en blijf de borstkas tillen. De nek is lang en vrij en check je hoofd of dat het ontspannen kan bewegen op je nek. En rustig terug. In de haas. Ellebogen van de mat. Armen zijn ontspannen gestrekt. Mentale houding is alert en kalm. Het gaat er niet om dat je die voeten tilt. De voeten worden meegetild als je het bekken verder laat zakken. Laatste keer in de haas. En dan kom je terug op handen en knieën. En dan gaan we de andere voet naar voren plaatsen. Linkervoet. Plaats de voet een stukje verder dan de knie. Je kan je voet goed zien. Enkel en knie en voet zijn in één lijn. En ook je linkerheup. Oké. Voetstabiliteit zoeken. Het evenwicht tussen de beide steunvlakken. Je linkervoet en je rechteronderbeen. Knie tot aan de grote tenen. Duw zachtjes zelfs als je de voetwreven op de mat hebt staan. Die teennagel in de grond voor extra stabiliteit. En je merkt dan ook dat je bovenbeen zich op een andere manier opspant. Oké, inademend naar voren en naar beneden en de arm naar voren en omhoog. Uitademend terug. Ontspannen in je linkerschouder, linker elleboog en linkerhand. En met de tijd kun je die ademhaling vertragen en verdiepen. En zelfs eventjes de adem vasthouden. Voel wat er in je bekken gebeurt. Misschien hou je het een beetje tegen. Misschien durf je de rekking niet helemaal aan. Blijf binnen de mate van jouw mogelijkheden. Respecteer je capaciteiten van dit moment en je zult groeien. Dat is een natuurlijk principe. Als je dat niet doet, dan neemt je hoofd het over. En dan ga je werken met concepten van meer en groter en sterker. En dat zou een natuurlijk gegeven moeten zijn. Blijf in de houding. Je
Til je borstbeen van onderuit. Voel de rekking toenemen. Ontspan je linkerarm, ontspan je gezicht, je kaken. En kom langzaam terug. Plaats de handen terug op de mat. Knieën breed, grote tenen bij elkaar. Zit vlak naar de hielen. Strek de armen voor naar voren uit. En herhaal diezelfde beweging. Je hoeft niet meteen helemaal in die houding te komen. Het gaat over die rustige, dynamische uitvoering van deze vinyasa. Een opeenvolging van twee houdingen. En als je voelt dat je er klaar voor bent, dan mag je eventueel het bekken nog verder laten zakken en de voeten komen dan vanzelf van de mat. Ook de borstkas blijf je tillen. Voel hoe je je buikwand als het ware strak trekt, de navel optrekt, zonder dat je daar zelf bewust moeite voor doet. Breng dan de knieën en de enkels bij elkaar. Maak twee vuisten. Zet de ellebogen breed neer. En rust met je voorhoofd op de twee vuisten. Adem diep in. Voel hoe je ademhalingsapparaat wordt belemmerd aan de voorzijde en breng de ademhaling naar de achterkant. Verzorg je ademhaling. Een trage, fijne, diepe, vloeiende adembeweging. En sluit de les af. Breng je handen samen voor je hart. En bedank jezelf voor deze aandacht. En voor je aanwezigheid. Dank jullie wel. Om Shanti. En dan zie ik jullie graag terug volgende week voor een yoga break. Oh nee, volgende week is het Bart. Dag.